Ja, dat was wel een mooie aanbeet, zeg. Zo. Ja, dit is natuurlijk wel weer legendarisch. De GoPro. Ja, die hou ik natuurlijk even in, want ik heb er alleen nou geen snel aasje aan zitten. Geen snel. Oh, deze nu echt goed stuk is die, hè? Oh nee, het is gewoon echt een. Oh, alsjeblieft. Ja, gelukkig! Hij mag niet tellen. Ja, verdorie. Nou ja, oké. Ja! Oh nee, het is gewoon echt een. Oh, alsjeblieft. Ja, gelukkig. Ja, inderdaad, die telt niet. Nou, maar kijk, daar gaat die karpen. Kijk, een joekel, hé. Zo. Goeiedag, hé. Ik hoop dat ik het ziet op de film. Hoge struiken. Hoog. Oh, ik leg hem vast. Althans. Ik wil hem ook. Ik kom alleen van een fijne nek. Ik denk een spartel erin. Als er eentje ligt, moet hij daar liggen. Even zit hij opzij. Dan, ja. Ik ben hem ook goed. I said shake, rock and roll. Hij moet hem. Ja! Heerlijk! Heerlijk! Ik wist het wel dat hier wat lag, want er lag zo vol met witvis hier. Ja joh, plakken. De camera mag geen matten hoor. Ja, maar dat ga ik niet doen. Voor mij mag hij gaan springen, deze stropdas. Dan ga ik met hem verder. Ja, laat hem even zakken. Misschien gaat hij nog even springen. Zo, misschien gaat hij nu springen, ja. Kopje omhoog. Dat zou zonde zijn. Hij zit er niet in hoor, hij zit in zijn velletje. Ja? Okay. Van zijn kaak. Ik kom er even uit pikken. Ja. Terwijl hij er gewoon in het water ligt. Ja. Ook niet te vast, hij moet daar niet. Ja, hij kan hem. Thanks. Ja, laat maar zwemmen. Ja, dat kan niet meer onder kunnen gooien. Hij zal ik even voordoen hoe het moet. Komt ie hoor. Ja, doe jij dat even voor. Hij vangt geen reet. Het is helemaal. Jongen. Serieus Bas, verdorie. Ben je het gezien? Jongen. Zit hij de half uur zit hij te vissen hier zo in de kloten? Dit is toch niet te geloven, of wel? Hij zit gewoon de half uur zit hij hier te vissen en vangt geen ene kloten. Ja, als je nou op hetzelfde stukje had gegooid als waar ik net was geweest, dan had ik het nog respectabel gevonden, maar gewoon een nieuw stuk. Statistisch afwachten dat je denkt van nu moet er echt wel gevangen gaan worden. Ik hoop dat hij losschiet. Hier gebeurt dat niet. Dat gaat niet helemaal gebeuren. Even wachten, anders ben ik niet zo mooi. Zo. Ik heb toch niet geplankt. Bas, hoeveel worpen heb jij vandaag gemaakt? 2 worpen, je hebt het gezien. En hoeveel vis heb je gevangen? Eén worp. En hoeveel worp heb jij gedaan?
Ja, ontelbaar. En hoeveel heb je er gevangen? Iets minder. Oké. Ook één toch? Uiteindelijk wel. Ja. Uiteindelijk is er één binnengekomen. En één gespeeld. Ja, tuurlijk. Eerst even gauw die hotspots afvissen, anders dan... Ja, ik ga alleen filmen hoor. Ja, ja. Wat zegt hij erin? Ik ga alleen filmen, zegt hij. En ondertussen pakt hij de hotspots zo voor je vandaan. La 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 la. Als hij er ligt, dan is hij voor jou. Is de grond zeker, of niet? Oh, dat is mooi. Ja, die krijgen we nog los. Hey hond, hallo. Even een hele grote boog en dan laten plonzen voor zijn neus. Alfred, Jodokus komt met de bal spelen. Hallo. Oh. Hey. Hey, hallo. Hallo, grote vriend. Hey. Hey. Volgens mij is dat livebait voor Ronnie zijn meervallen dit. Hè? Ze liggen niet altijd onder de brug, hè? Die broekje bedoel je? Ja. Ja, precies. Maar die komt wel op het moment dat het klopt. Ja, maar als jij een slinger doet... Kijk, zie je, hebt hem al weggejaagd. Eigen schuld, ik had het gezegd. Je hebt hem weggejaagd. Zie je? Yep. Ja, ik wil zeggen, hij komt wel op het moment dat ik hem daar erin Nee, gooi. Maar je jaagt hem weg als je de hengel eroverheen slingert. Ja, dat blijft. Nou, dat gaan we maar niet op de grond zetten. Het is wel zonde. Ja. We kunnen deze niet zo goed tegen, maar misschien komt hij nog, want dat gebeurt wel vaker hoor. Niet voor het eerst dat er eentje toch nog had, terwijl hij weggejaagd is. Ja, zie je wel! Oh, toch! Vreselijk, wat een aanbeter! Ik zal je zeggen, jongens. Ik zal je zeggen, jongen, hij joeg hem eerst weg, joeg hij hem. Die gek. En vervolgens komt hij toch gewoon. Wat een beschadiging heeft hij in zijn rug, joh. Een flinke beschadiging hier. En hij bloedt als een dolle daar, joh. Hij bloedt daar als een dolle, of niet? Nou, die heeft... Is dat, joh? Ik denk een aanschoolverbeet of zo. Wat is dat? Hij helemaal in zijn giegel, joh. Helemaal in zijn giegel. Onder de echt. Gewoon recht onder je giegel, hè? Zo, godsamme zeg. Kijk hier, wat een plek. Dat is niet van de aanbeving. Nee, dat. Kijk maar door het. Nou, dan gauw terug. Dit ziet er niet uit. Weet je dat het helemaal geen moeite kost dat jij vist en ik niet? Oh. Schijnbeweging. Ja, gaat gewoon weer terug aan de kant op. Hoe kan het? Volgens mij. Ik zal het weten. Nee, ik loop wel even hier. Zo, weet je waar het hier gooit? Nou? Oh. Onder de volgende brug. Onder, in een tak. Ja, in een tak die aan de andere kant ligt. Ik zal even kijken. Vis. Onder de brug of ja, te voorbij? Kikken dit. Oh, een goede vis. Goede vis. Goede vis. Fotoveeg. Vis van te waren, ik zei het al, ik had er aan die kant had ik er ook een. Hè. Die vang jij dus nu waarschijnlijk weer. Oeh, is wel een. Net vast? Het is voor mij een verdedigingsworden. Nee, het is wel een schijnier. Nee, ja, hij heeft hem wel. Hij heeft hem goed te pakken? Ja. Okay. Althans, daar lijkt het wel op. Flinke vis hoor. Een mooie 80er dit.
Ja, ik dacht eerst even van, er ging zo'n grote bek over, ik dacht van, Daar maken we zo even een mooie foto van. Oeh, daar zit nog. Pas op, want als je nu gaat springen, dan ben je misschien kwijt. Ja. Dat zou wel zonde zijn, want ik vind het wel mooi genoeg voor de foto eigenlijk.